Krachten, daar gaan we dit keer over hebben. We gaan van start. Want wat is een kracht? Kijk, je weet althans, ik hoop dat je het weet, wat zwaartekracht is. Daardoor blijf je op de aarde staan. Ja, hier op noordelijk halfrond en op zuidelijk halfrond ook. Niet helemaal natuurlijk. Als je gaat springen, kom je er even af, maar de zwaartekracht zorgt ervoor dat je weer terug wordt getrokken. Behalve als je ontzettend hard springt, maar ja, 40.000 km per uur moet je kunnen springen en kun je beter raket voor gebruiken. Daarvoor is dat natuurlijk gemaakt. En je kunt ook andere krachten hebben. Veerkracht, een hele mooie, hè, want veerkracht, die gebruik je als je een baltje gaat trappen. Ja, alleen daardoor zal zo'n bal, doe maar, ja, wegschieten. Ja, of veerkracht, kijk eens, een en al plezier. En zo zijn er meer krachten. Elektrostatische kracht heb je bijvoorbeeld, of magnetische kracht, wat futuristischer, de sterke kernkracht. Maar wat is nu een kracht? Wel, meneer Newton, kijk, daar hebben we hem. En Newton, die heeft iets over krachten verteld. Die zei van, stel je voor, er werkt een kracht op, dan kun je dat op de een of andere manier wel zien. Want, of het voorwerp, dat verandert van snelheid, let op het woord verandering, of het voorwerp verandert van vorm. En dat kan gebeuren, kijk hier heb ik een filmpje van een pingpongbal of een golfbal. En je ziet dus, hij verandert van vorm omdat hij botst en daarna gaat hij weer terug en de vorm gaat langzaam weer terugkomen in zijn normale ronde vorm. Ja? Dus door kracht verandert de snelheid, hij verandert van vorm, maar de vorm die komt later weer terug. En we noemen dat elastische vervorming. De vervorming is tijdelijk. We hebben ook andere soorten vervormingen, bijvoorbeeld nou deze bijvoorbeeld, hè? Ook duidelijk dat er een kracht opgewerkt heeft, maar deze vervorming die is blijvend, althans. Je moet wel een goede uitdeuker hebben om dit weer goed te krijgen. En dit soort vervorming, dat noemen we plastische vervorming. Die vervorming die is blijvend. Goed, kracht. Symbool voor kracht. Je ziet het hier. Hoofdletter F van force. Eenheid van kracht is Newton. Hé, hey, daar hebben we weer Newton. Hoe groot is dat eigenlijk? 1 Newton. Nou, stel je voor, je hebt een pak suiker. Ja, je weegt het tegen op je hand. Dan is de kracht die je op dat moment voelt, is gelijk aan ongeveer 10 newton. Let op, ongeveer, daar kom ik zo meteen ook wel weer even op terug. Een kracht heeft drie eigenschappen. Ja, stel je voor, er is een gezellige touwtrekwedstrijd in de buurt georganiseerd. Wat heeft nou zo'n kracht van doen? Nou, natuurlijk heeft het een bepaalde grootte. Hoeveel newton? De een trekt naar links, de ander trekt naar rechts, oftewel het heeft een richting. En ze beginnen ergens het touw vasthouden, het heeft een aangrijpingspunt. En een grootheid die deze drie eigenschappen heeft, vooral de grootte en de richting zijn van belang, dat wordt een vector genoemd, een vectoriële grootheid. Je hebt ook andere grootheden, bijvoorbeeld de massa van iets, het aantal kilogram. Dat is alleen maar een getal, het heeft geen richting. Je kunt niet zeggen van, nou het pak suiker heeft een massa van 1 kilogram naar rechts. Kracht wel, vectoriële grootheid. En hoe kun je nou met een pijl al die eigenschappen combineren? Nou, de grootte van een pijl is natuurlijk de grootte van de kracht. De richting van een pijl is de richting van de kracht. En daar waar de pijl begint, is het aangrijpingspunt van de kracht. Heel eenvoudig. En je ziet trouwens dat die twee prachtig op één lijn liggen, een denkbeeldige lijn, en we noemen dat de werklijn. Daar kunnen we later mooi gebruik van maken als we het gaan combineren met het samenstellen van krachten of iets dergelijks. Komt later wel. Nu trekken zij met bijvoorbeeld een kracht van 1000 newton. Dat kun je niet zien aan de pijl. Die pijl heeft een bepaalde grootte, maar ja, dat stelt weinig voor. Hè? Maar stel je voor, de pijl heeft een lengte van 5 centimeter. Dan komt dus 1 centimeter overeen met 200 newton. En we noemen dat een krachtenschaal. Ja, als je een kracht als een vector tekent, moet er ook vaak een krachtenschaal bij, zodat mensen kunnen zien van, oh ja, de pijl is 5 centimeter lang, dus is hij 1000 newton groot.
We gaan eventjes weer naar onze bekende zwaartekracht. De aarde heeft een behoorlijk grote massa, veel en veel groter dan de mens, 60 kilogram. Maar er is dus een kracht die hem naar beneden trekt, de zwaartekracht. En die kun je berekenen, daar staat hij, met m keer g. Ja, m is een massa en g, wat is g? Nou, laten we even de aarde bekijken. Kijk. Daar hebben we hem. En daar waar wij zijn, is wel even trouwens grappig. Kun je hier aangeven waar je. Waar is Nederland hier? Nederland is daar. Kijk, daar is Nederland. En in Nederland heeft G, de valversnelling wordt er genoemd, een waarde van 9,81. Dat is niet overal op aarde hetzelfde. Als je bijvoorbeeld door Polen bent, daar is het een klein stukje hoger, 9,83. En op de Evenaar is het juist een beetje kleiner. Ga je een beetje verder van de aarde af, ja, ergens in het satelliet, dan is je een stuk lager. Hè. Hoe verder je van de aarde afkomt, hoe zwakker de zwaartekracht is. En dat komt omdat die g kleiner wordt. Je kunt ongeveer uitgaan op aarde van 9,81, een gemiddelde waarde. Hè, en die kun je dan ook wel gebruiken. Andere plekken in het universum. Nou, laten we ons planetenstelsel doen. Ja, die hebben ook weer allemaal andere waarden voor G. Ja, meestal hoe zwaarder de planeet, ja, hoe groter de valversnelling is. Oftewel, de zwaartekracht, ja, die is wel afhankelijk van de plaats. Hier op aarde is je ongeveer overal wel gelijk, maar niet helemaal. Nou, daar hebben we weer. En de zwaartekracht, die werkt op ieder onderdeel apart natuurlijk. Nou is dat ondoenlijk om het allemaal te tekenen. Dus we gaan er even vanuit van, hey, pak één punt in een voorwerp en teken daar de zwaartekracht. Ja, en we noemen dat het zwaartepunt van het lichaam. Ja, is een stuk makkelijker te tekenen. Kijk, daar hebben we weer op een tafel staand. De zwaartekracht zorgt ervoor dat je op de tafel blijft staan. Maar als een kracht opwerkt, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, maar waarom gaat die niet naar beneden toe? Er is een kracht. Dat betekent dus dat er een kracht tegengesteld moet zijn die zwaartekracht opheft. Oftewel eentje omhoog. En die kracht, dat wordt een normaalkracht genoemd. Normaalkracht is de kracht die een ondersteunend oppervlak uitoefent op de persoon zelf. En belangrijk is dus dat het loodrecht op het oppervlak staat. Ja, dus ondersteunend vlak, loodrecht erop, dat is de normaalkracht. Nu kun je eens proberen, als zoiets gebeurt, om een vinger onder iemands voeten te doen. Dan zul je merken dat dat een beetje gevoelig is. Ja, voor je het weet heb je een pleister omheen. Dus er wordt een kracht uitgeoefend door de persoon op het ondersteunend vlak. Op jouw vinger bijvoorbeeld. En we noemen dat gewicht. Dus gewicht is een kracht. Oftewel, dat moet ook in newtons worden gedaan. Het is niet zo van, nou, het gewicht is zoveel kilogram. Nee, massa is zoveel kilogram, maar gewicht is zoveel newtons. Eén voorbeeldje. Je hebt een 2 kilogram zwaar voorwerp en die ligt op een hoogstafvlak. De vraag is, hoe groot is de zwaartekracht en hoe groot is de normaalkracht? Even op pauze. Oké, okay, je hebt nagedacht, natuurlijk zwaartekracht is m keer g, massa 2, g gemiddeld 9,81 en dan kom je op 20 newton. Let op significantie, ja, je hebt hier twee cijfers significant, dus het antwoord is ook twee cijfers significant. De normaalkracht, die is even groot als zwaartekracht, 20 newton. De vraag is nu eventjes, wat gebeurt er nu? Ja, er komt een helling. Voor zwaartekracht maakt niets uit. Zwaartekracht is altijd m keer g. Blijft altijd loodrecht naar beneden toe. En blijft dus ook altijd even groot. Maar de normaalkracht, ja, wat gebeurt daarmee? Nou, je ziet in het plaatje al, ja, hij blijft wel loodrecht op het vlak. En daardoor gaat hij dus niet meer tegen de zwaartekracht in. De normaalkracht wordt kleiner. En dat komt omdat het contact tussen het voorwerp en het ondersteunend vlak steeds kleiner wordt. Ja, als je nog meer scheef gaat staan,
Ja, wordt de contact nog kleiner, het voorwerp zal steeds makkelijker kunnen gaan schuiven. En in het extreme, als je zo staat, dan is er eigenlijk geen contact meer tussen het voorwerp en het ondersteunvlak. En is de normaalkracht dus nul. Dus normaalkracht is niet altijd even groot, het staat wel altijd loodrecht op het vlak. Een eerder genoemde kracht is de veerkracht. Nou, hier heb je veer, ja, er gebeurt er niks mee, maar ik pak hem even beet en ik rek een klein stukje uit. Ja, een kleine uitwijking naar rechts. Je kunt je voorstellen dat je dan de veer voelt trekken. Hè? Je wil graag terug. En stel je voor, je zou aan deze kant hem ook gewoon vasthouden, dan zul je hem hier ook gewoon voelen trekken. Ja, er is een kracht, een veerkracht die je graag weer terug wil hebben. En die veerkracht kun je berekenen met zeker U. Daar kom ik zo meteen op terug hoor. Want ik kijk eerst even van, ja, je kunt de veer natuurlijk uittrekken, maar je kunt hem ook induwen. Ja, dan krijg je natuurlijk ook weer een uitwijking. En voor hetzelfde geld zie je ook weer natuurlijk dat er weer een kracht is die je graag weer terug wil doen. Ja, en die kracht is ook aan die kant aanwezig. En ook hier is die veerkracht weer te berekenen met C keer U. De veerkracht is C keer U, waarbij die C de veerconstante is. Veerconstante en de eenheid van veerconstante is newton per meter. Ja, de U is de uitwijking in meters en de F is natuurlijk de veerkracht in newtons. En nu zie je hoop ik ook meteen van waarom de veerconstant in newton per meter is. He? Want vul dat hier maar eens in, newton gedeeld door meter. Dan zie je dus dat je de meters hier en daar kunt wegstrepen. Dan hou je gewoon newton over. En inderdaad, F4 moet in newtons worden gedaan. De veerkracht is altijd tegengesteld aan de uitwijking. Ja, dus als de uitwijking naar rechts gaat, zal de veerkracht hem graag naar links willen hebben. Ja, altijd tegengesteld. Ja, het aangrijpingspunt is daar waar de veer vast zit. En, kijk eens aan. Dat is leuk. Bambi. Met stampertje, inderdaad. Hè, het konijn. Dat is wat ander volk. Ja, maar wat heb je hier aan mee te maken? Kijk, deze die glijdt uit. Deze niet. Zo'n bier ook niet. Ja? En dat heeft vast met die poten te maken. Bijvoorbeeld, kijk hier. Ja? Een schaats, ja, die moet glijden. Maar zo'n spijk, ja, hier. Ja? Zo'n schoen met spijkers rond, ja, die wil juist niet glijden. Alle spul heeft te maken met wrijving. Ja, en we hebben drie verschillende soorten wrijvingen. Allereerst de schuifwrijving. Ja, nou, dat is dus als je iets over het voorwerp schuift, dan heb je last van schuifwrijving. Hoewel last, soms is het helemaal niet lastig. En het is natuurlijk afhankelijk van het type oppervlak. Hè, als het ruw is, heb je meer wrijving dan anders. En ook hoe groot de kracht is tussen de twee oppervlaktes. Ja, kijk, die normaalkracht is daar weer. Als die groot is, is de wrijving ook groot. Tweede soort is de rolweerstand. Ja, en dat is eigen schuifweerstand, alleen dan bij een rollend voorwerp. Ja, ook hier weer ja, is je afhankelijk van het soort oppervlak en ook van contactkracht. En een ander soort weerstand is de luchtweerstand. En dat is dus afhankelijk van niet oppervlak. Maar vooral van de snelheid van het voorwerp. Dat is heel belangrijk. Ja, dus dat luchtweerstand ja, vooral afhangt van de snelheid van het voorwerp. Is de snelheid 0, is de weerstand ook 0. En het heeft natuurlijk ook te maken met de vorm van het voorwerp. En aerodynamisch iets heeft minder luchtweerstand. Alles eventjes samen in één plaatje. Een fietser, een skier en wat is er allemaal? De skier, dat schuift. Dus die heeft een schuifwrijving. De fietser heeft wielen. Dus die heeft rolwrijving. En alles beweegt. Het heeft snelheid. Dus alles heeft luchtwrijving. En wat is de overeenkomst met al deze krachten? Ze zijn allemaal tegengesteld aan de beweging zelf. Een prachtig plaatje. Een prachtig iets om afscheid te nemen.
Tot ziens.